Dus gaat er bijna wat fout. Wow, alles is 3D. Nee, natuurlijk niet. Dicht. Het ziet er heel droevig uit. Yo, what up gasten, of nou ja, beter gezegd, yo, what up YouTube. Mijn naam is Bardo Ellis, ik ben een 19-jarige student die in Deventer woont. Ik zit inmiddels al 5 jaar op YouTube. Meestal maak ik op YouTube gewoon dingen die ik zelf leuk vind. En dat is heel vaak loos amusement zonder clue. Doe jij mee met het spelletje rapoppen? Ja, is goed. Raad maar op dan. Ik was aan het fietsen naar school, knalde ik tegen een boom op. Zei die boom wat de klootzak bij. Ik zo, kan op kunnen bomen praten, zei de boom nee. Dit is Alfred, een onschuldige steen. Door een auto-ongeluk is hij zo geworden. Zwa, ik zweer het, ik moet naar een dokter. Ik ben de dokter. Echt waar, Zwa? Nee! Alleen heel veel mensen zeggen vaak dat ik gewoon te droge humor heb. Het is niet meer droge humor, maar natte humor. Al met al is deze video dus voor het YouTube Next Up programma. En deze video moet vooral gaan over de toekomst van Banjo Movies. Dus bij deze. Het is een zwart beeld omdat de wereld vergaat in 2012. Het zwarte gat. Niet grappig, nee. Maar mocht de wereld niet vergaan in 2012, dan zou het Next Up programma ervoor kunnen zorgen dat mijn video's, ja, bijna 10 keer zo vet worden. Ik bedoel, kijk hoe ze er nu uitzien. En dan dit keer, ja, bijna 10 gewoon. Maar ik hou er gewoon van om het proces van de video te maken keer op keer te beleven. En laat ik eerlijk zijn, momenteel zijn heel veel video's van mij nog wel onderbelicht. En natuurlijk is het jammer, omdat ik het liefst mijn video's gewoon zo mooi mogelijk wil hebben. En helaas is het gewoon nu niet mogelijk om alles wat ik wil te verfilmen. En ja, met het geld van het YouTube Next Up programma zou ik gewoon betere belichting kunnen kopen. En een betere camera. En betere lenzen. Natuurlijk ook een betere microfoon. En dat zou ik allemaal kunnen kopen. Wacht eens, ik stond toch eerst binnen. En met het geld van YouTube Next Up kan ik ook eindelijk op mezelf wonen, waardoor ik mijn eigen creatieve plek heb. En dat zeg ik niet alleen omdat mijn vader irritant is, mijn moeder kan echt niet koken. Op YouTube verleg ik ook graag mijn grenzen, door telkens iets nieuws te verzinnen wat voor mij een uitdaging is. Op het moment van spreken zou ik graag mee willen doen met muziek, alleen heb ik daar gewoon niet de apparatuur voor. Daarnaast hoop ik in Londen te leren hoe ik mijn YouTube video's kan verbeteren en samen te werken met heel veel andere Europese YouTubers. Momenteel ben ik nog altijd die simpele jongen die op zijn slaapkamer opneemt met zijn camera en zijn oude pc, zonder belichting, microfoon of wat dan ook. En ik ben ervan overtuigd dat het Next Up programma zowel mijn video's als mijn creativiteit naar die nieuwe hoogte kan brengen. En daarmee zou ik dan ook meer en betere video's kunnen maken. Wat wil je nog meer? Dus bij deze, ik hoop dat ik gekozen word voor het Next Up programma. En voor één keer ga ik niet zeiken om een groen duimpje of zeggen dat je op mij kan abonneren hierboven. Ga ik gewoon niet doen. Gasten, ik check jullie later.